ben Marit Steenbergen, 13 jaar en ik zoek record van Manomi Krom met Jojo. Thuis, ja, eigenlijk elk weekend huilen en ging niet goed. Dus ja, ik was echt best wel, zat best wel diep. Zelfs op school had ik er soms last van, want dan trok het gewoon hier zo heel erg in mijn arm met schrijven. Ja, dan beïnvloedt het ook gewoon je hele dag. Het zijn eigenlijk de momenten dat je er een beetje aan terug gaat denken of met Marcel of met je ouders erover gaat praten hoe het nu gaat. Dat je denkt van, oh ja, ik heb echt stappen gezet en het gaat echt vooruit en ik voel me beter. Ik heb ook nog steeds hulp van een psychologe. Tuurlijk, het gaat nu gewoon heel goed en ik zit lekker in mijn vel, maar ik heb nog steeds ook mijn mindere momenten. En of een week dat ik moe ben en dan gaat het weer wat minder met mij. En, dus ik denk eigenlijk dat het, ja... Het gaat heel goed, maar ik denk niet dat het helemaal afgesloten is. Ze is niet meer dat jonge meisje die vanuit het niets opeens heel hard ging zwemmen. Ze heeft ontzettend veel meegemaakt. Ja, en daar moet je mee omgaan, daar moet je mee dealen. En dat gaat steeds beter, dat leert ze. En daar is ze geweldig mee bezig. En ik vind haar oude niveau niet interessant. Ik wil dat ze harder gaat. Want het is leuk, 54 of 53, 9. Maar volgens mij, daar kom je niet zo ver mee in de wereld. We zijn voor meer bezig. Ik moet heel erg weer leren om wedstrijden te gaan zwemmen. Dus wat dat betreft was het wel jammer inderdaad dat al die wedstrijden er dan ineens uitgaan. Maar omdat ik van best wel ver moet komen, is het voor mij ook wel weer goed dat het wat langer duurt. Zeker, zeker. Ja, maar goed, ik kan wel allerlei speculaties gaan doen. Ze kan het, het zit erin. Ze heeft het ook al eerder bewezen dat ze het kan. En dat is ook waarom ze dit elke dag doet. Ja, ik wil heel graag gewoon nog een keer naar de Spelen. Ook omdat, nou ja, 4 jaar geleden toen ben ik ook geweest. En ging eigenlijk gewoon heel erg goed. Maar het heb ik mezelf heel erg verweten dat wij geen medaille hadden gehaald. Terwijl eigenlijk zwom ik gewoon prima. Dus eigenlijk, het is niemand zijn schuld. Maar ik verweet het mezelf. Dus eigenlijk zou ik dat gewoon voor mezelf recht willen zetten. En gewoon daar heel hard zwemmen en dat ik dat gevoel niet meer heb.